allemaal. Vandaag is het tijd voor een eerste indruk. Het is weer zover. Of een review. Het is maar hoe je het ziet. Ik ga een product voor het eerst testen. En ik vertel je ervan wat ik ervan vind. En dit keer is het. Waar is hij? De Maybelline Vivid Matte Liquid Lipstick. En ik heb hier de kleur... Een goede vraag. 05 Nude Flush van. En ik vind het echt een super mooie kleur. En ik vind het flesje ook heel mooi. Dus ik dacht, ik ga hem testen. En ik ga hem zo meteen aanbrengen. En vertellen hoe ik het vind. En dan ga ik natuurlijk ook kijken hoe lang die het houdt. Dus ik kom nog terug. En ja, dit soort video's wil ik weer wat vaker gaan doen. Omdat ik dus geen geschreven artikelen eigenlijk meer maak met reviews. Dus deze ga ik... live testen met jullie. En ik ben heel benieuwd. Ik heb geen idee of die nieuw is of niet. Nou, hij zit dus nog helemaal dicht. Ik heb hem nog niet gebruikt. Ze hadden een aantal kleuren in de winkel. En ik vond deze heel mooi. Nude Flush. Dus laten we maar gewoon beginnen met testen. Dit ding eraf. Nou, zoals je ziet, ik heb nog niks op mijn lippen. Ik ga even het schermpje als spiegeltje gebruiken, want... Als die er toch zit. Even kijken hoor. Het is wel een handig applicatortje. Ik zal ook even een swatch maken. Let niet op deze verwonding van mittens. Ik was met haar aan het spelen en toen had ze ineens een nagel. Ja, dat gebeurt wel eens. Niet expres trouwens hoor. Maar dit is hem. Meestal vind ik het wel mooi met juist iets te vervagen. Zodat hij een beetje, nou ja, rose flush, zo'n beetje flushy eruit ziet. Nou, de kleur vind ik echt prachtig, in ieder geval op mijn hand. Nou, dit krijg ik waarschijnlijk ook al niet meer af. Ik heb het idee namelijk dat dit lang moet blijven zitten, maar gebaseerd natuurlijk op niks. Het voelt heel fluweel aan. Heel prettig. Ik zit zelf ook eventjes te kijken. Nou, hij dekt heel mooi. Ik vind de kleur ook echt prachtig. Het is dus mat. Mijn vinger zit ook helemaal onder. Het is dus mat, maar hij voelt niet... Je hebt soms dat mat heel stroef voelt, maar dit voelt heel erg silky of... ja. Beetje satijnachtig. Het voelt alsof dit echt gaat blijven zitten als een huis als het goed is opgedroogd. Dus ik heb geen idee. Het is een... De kleur vind ik echt... Ja, het is een hele mooie... Een beetje oud roze. Maar dan wel donkerder. Het doet me een beetje zo'n Kylie Jenner-achtige kleur denken. Maar ja, weet je welke kleur is tegenwoordig niet Kylie Jenner. Maar ja, ik vind het een hele... Je had ook echt meer, volgens mij, een rode. Je had echt een nog meer nude. Nou, je had een aantal kleuren. Volgens mij, waar ik was, hadden ze maar vier. Maar ik kan me zo voorstellen dat er nog wel meer van zijn. Ik ben niet echt iemand die heel veel lipstick draagt. Om een van de reden. Ja, weet je, ik ga dat ook... Ja, ik neem het niet mee naar mijn werk of zo. Weet je, wat ik zie dat ik daarbij... Ik doe het wel eens. En dan weet je, heb ik bijvoorbeeld een keer een rode lipstick of zo. En dan krijg ik ook echt mega veel reacties ineens. Maar dat vind ik dan ook een beetje ongemakkelijk. Want ja, je bent toch op je werk. Is dat toch een beetje... Ja, ik weet het niet. En ik doe bijvoorbeeld wel vaak als ik weet je, ergens toe ga zo een beetje een glosje. Of nou, ik gebruik veel gewoon, nou ja, niet labello's, maar meer de babylips en zo. Maar, en voor filmen ook wel vaak een glosje. En soms een lipstick in een wilde bui. Maar dit soort producten die zeg maar weinig onderhoud vergen en ook niet super warm zijn... Dat vind ik wel heel mooi en dat wil ik eigenlijk vaker gaan doen, omdat ik het wel, het maakt het wel af. Ik heb wel heel vaak oogschaduw op en nou, sowieso altijd blush en nou ja, weet je, ik maak me altijd wel op. Dus ik vind het dan, ja weet je, het maakt een look wel af en ik doe dat dus eigenlijk te weinig, vind ik zelf. Nou ja, ik ga hem testen. Het is nu, ik denk 11 uur of zo. Dus ik ga gewoon straks lunchen en zo. En dan kijken hoe die het houdt. Ik heb al een kop thee staan, dus daar kan ik zo aan beginnen. Ik laat hem nog even goed indrogen. Ik voel ook wel dat hij nu... Hij doet me een beetje qua structuur denken aan de Yves Saint Laurent
baby doll lips of ik weet even niet meer hoe die heet. Dat is eentje die ik op mijn bruiloft op had. Maar omdat het een beetje, het voelt bijna als een soort poeder op je lippen, maar op een prettige manier poeder, niet droog poeder. Dus ja, ik heb het idee dat die lang gaat zitten, maar ja, dat weet ik ook niet. Ik ga ook kijken of ik hem van mijn hand af krijg, want dat wil ook niet altijd lukken. Toen ik ze had geswatcht in de winkel, toen weet ik wel dat ik echt de volgende dag al dacht, heb ik nou nog serieus dat spul op mijn hand zitten? Maar goed, toen had ik het ook, weet je, ik kan nu bewust natuurlijk af gaan schrobben of je kan gewoon normaal je handen wassen en douchen zoals je normaal doet. Dus, nou, we gaan het zien. Ik kom straks bij jullie terug. Ik zit mijn filmpje te bewerken en ik kom erachter dat de beelden verdwenen zijn waarin ik na een paar uur terugkom en laat zien hoe de lipstick zich gehouden heeft. Maar goed, ik heb geen idee waar ze gebleven zijn, ik kan je natuurlijk nog wel vertellen hoe dat ging. Ik ben niet helemaal wild opgemaakt, want het is nu zondag en ik zit gewoon die beelden te bewerken. Ineens denk ik, hè, waar is dat filmpje gebleven? De Maybelline Vivid Matte Lipstick bleef redelijk goed zitten, maar wel veel minder lang dan ik had verwacht. Want ik had echt verwacht dat hij gewoon heel lang bleef zitten. Gebaseerd op niks, maar dat had ik dus bedacht. Hij heeft drinken zeker overleefd, maar de lunch heeft hij niet helemaal overleefd. Dus na de lunch moet je echt wel even opnieuw aanbrengen. Maar hij blijft denk ik zo'n 3 uur prima zitten, tenzij lunch of zo, dan moet je hem echt even bijwerken. Maar hij droogt je lippen niet uit. Hij droogt zeg maar een soort satijnmat op. Ik vind het echt een hele fijne lipstick, makkelijk in te gebruiken. Hij slijt ook mooi gelijkmatig, niet dat je zo'n rand houdt of zo. Dus ja, nou, dat wil ik nog even zeggen, want anders is de video niet mooi afgesloten. Dus wat mij betreft een hele fijne, maar verwacht niet dat hij echt uren en uren houdt en dat je er niks aan bij hoeft te werken, maar het is echt een heel fijn, makkelijk product in gebruik en hij houdt je lippen ook nog eens niet, droogt je lippen ook nog eens niet uit. Dus ik vind hem heel fijn. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien weer deze eerste indruk video. En ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken en ik zie jullie snel. Doeg!